In aanbouw zijn de hoofdbureau KPS voldoet niet aan technische eisen. Tarieven SZF optrekken naar niveau basiszorgstelsel. En invoeridentificatie en traceersysteem in Jamaica voor bestrijding veediefstal. Het is vrijdag 25 april. Goedenavond, dit is het STVS Journaal. Het onafgemaakte hoofdkantoor van het Korps Politie Suriname voldoet niet aan de technische standaarden van het ministerie van Openbare Werken. Dit gebouw staat op de hoek van de Johan Adolf Pengelstraat en de Gemeenelandsweg en heeft een waarde van 2 miljoen euro. Minister Rabin Permisser heeft ooit aangekondigd eind 2014 klaar te zijn met het gebouw. Nu moeten er andere afspraken gemaakt worden op basis van de conclusie van deskundigen. Op de eerste tekening van dat, de stramienmaat tussen die kolommen 3,75 meter was, komt zo op tekening. In de eerste tekeningen van AAC staat het eveneens, zijn eveneens de stramienmaten van 3,75 gebruikt. Maar wanneer ik op het bouwterrein kom, dan blijkt dus dat die kolommen veel verder uit elkaar staan. We zijn toen gaan meten en toen kwamen we dus op die maat van 7 meter die ik zo net genoemd heb. Maar die maat van 7 meter die varieert nogal. Je hebt dus soms 6,95, soms heb je 7 meter 2, dus het is niet constant. In ons geval bij dat gebouw is het dus een betonconstructie die stijf blijft, maar in de richting loodrecht daarop heb je dan geen verbinding. Natuurlijk blijft het staan, want het is een zware betonnen constructie, het heeft ook nog een voetje die in de grond ligt en er is eigenlijk geen belasting op, dus dat ding zou wel blijven staan. Maar betrouwbaar is het niet. Je kunt zich voorstellen, als er een kleinigheid gebeurt, een trilling van een vrachtwagen of een kleine aardschok of een... Men zegt het, het wordt ook genoemd een windbelasting, dus een, in ieder geval een kracht in de horizontale richting. Kan dus maken dat het gebouw dus gaat kantelen. Een betondekking van 50 mm is aangetroffen. Volgens de norm moet dat 30 mm zijn. Zo. En u begrijpt, alles wat te is, is niet goed. Dus bij een betondekking van 50 mm heb je nu minder draagkracht. Een kortere momentarm voor jouw wapening en dan heb je minder draagkracht. Dus er zijn drie dingen die nu spelen. Hoofdwapening voldoet niet, beugelwapening voldoet niet en er is een dekking toegepast die slecht uitkomt voor de draagkracht van zo'n balk. Dus hierbij hebben we dan geconcludeerd van die balken in het gebouw zijn niet sterk genoeg om de lasten te dragen van de vloeren. Minister Permisser wil voorlopig geen uitspraken doen over de exacte tijdspannen voor besluitvorming. Er moet nog nagegaan worden of het gebouw geheel wordt verwijderd en vervangen. Wat we nu gaan doen is, en daar zijn we al mee begonnen, met justitie en politie. Daar hebben we de onderzoeksresultaten gedeeld en wij zijn op een rijtje aan het zetten wat is verstandig. Dat zal nu de vervolgstap van de technici zullen zijn. Welk deel? Is het 80%? Is het 90%? Wat ik dus eerder zei van het gebouw. Niet bruikbaar. Welk deel wel bruikbaar? Staat en het ministerie van Justitie nog achter het ontwerp? En als deze en meer vragen leiden tot een conclusie van justitie zelf, als van nee, laten we toch naar een ander gebouw gaan. Nee, laten we dat hele gebouw maar anders opzetten. Dan zouden wij met justitie, en dat is het traject waar we al in zijn gegaan, van de volgende vraag, zoals meneer Wip heeft aangehaald, beantwoord moet worden, is dat de juiste locatie, gelet op de verkeersstroom, etc. Dat zijn onder meer de zaken waarover wij een besluit moeten nemen samen met justitie. De bewindsman wil vooralsnog ook niet ingaan op de oorzaak van dit probleem, waarbij een bouwwerk naderhand wordt afgekeurd door OW, terwijl bij elk bouwwerk vooraf een ontwerp moet worden goedgekeurd door dezelfde instantie.
De tarieven van de ONMIN Vermogenden en het Staatsziekenfonds moeten volgens Manoj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, worden gebracht naar het niveau van het basiszorgstelsel. Dan kunnen de ziekenhuizen beter ademen, want deze groepen drukken op de begroting van de ziekenhuizen, zegt Hindori. Een deel van de ONMIN Vermogenden is al overgezet in het nieuwe basiszorgstelsel van de overheid. Een deel wel, de kinderen tot en met 16 jaar en de ouderen van 60 plus, voor zover ze ONMIN vermogend waren. En ze nu in het, dan zijn ze overgeheveld naar het systeem van BZSR. Ik ben daar blij om, ik ben een voorstander van een dergelijk nationaal zorgstelsel. Het is een goede zaak voor een land als Suriname dat iedere burger verzekerd is van een, op zijn minst een basispakket aan zorg. Dus dat is een goede ontwikkeling. De grote groep die daartussen zit, de ONMIN vermogenden in de leeftijdsgroep 18 jaar tot en met 59 jaar, die is nog niet in een nationaal zorgstelsel opgenomen. Dus dat is nog de groep ONMIN vermogenden, die dus nog steeds onder het huidige stelsel van sociale zaken vallen. En dat is toch eigenlijk best wel een grote groep. En wat ons betreft, als het nieuwe stelsel in werking gaat, zal ook deze groep gedekt zijn, verplicht verzekerd zijn. Maar dan moeten we ons nog beter voorbereiden op hoe we dat gaan betalen. Want we willen wel graag als ziekenhuis, en ik denk elke zorgverlener wil zijn diensten aanbieden aan de hele populatie. Maar we moeten er wel een vergoeding voor krijgen. Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan na het uitzenden van een videoclip via de STVS, heeft de leiding van het bedrijf een verklaring uitgegeven. Hierbij verklaart de Surinaamse televisiestichting, de STVS, het te betreuren dat in de uitzending van zaterdag 12 april, Stille Zaterdag, een videoclip is vertoond die niet bevorderlijk is voor de rust en harmonie in onze Surinaamse multireligieuze samenleving. Intussen is vanuit de STVS terstond de opdracht gegeven om deze clip uit de ether te halen en zijn er maatregelen getroffen ter voorkoming van herhaling. De STVS staat sinds haar oprichting in 1965 voor uitzendingen die bevorderlijk zijn voor wederzijdse acceptatie en respect voor elkanders cultuur en tradities. Op grond hiervan biedt de STVS wederom haar welgemene verontschuldigingen aan de totale Surinaamse gemeenschap in het algemeen en aan de beleiders van het hindoegeloof in het bijzonder. God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Aldus de verklaring van de STVS-leiding, getekend door het gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht, belast met de waarneming van de dagelijkse leiding, Clifton Limburg. De autoritaire houding van de gewapende machten vanaf de koloniale tijd doet politiemannen de das om. Maar door trainingen gelooft korpschef Humphrey Chilipschi dat er langzaam verandering daarin zal komen. Maar het zal nog een tijdje duren om van deze houding af te komen, merkt de korpschef verder op. Een week lang zijn politieagenten van de verschillende afdelingen van zowel Paramaribo als van de districten getraind in verschillende vaardigheden waarbij communicatie centraal stond. U weet wat men zegt, Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Het is gewoon zo dat elk korps en organisatie een bepaalde traditie hebben en gedragsbeïnvloeding. Verandering van gedrag gaat niet van de een op de andere dag. We weten dat we uit een koloniale geschiedenis komen met een autoritaire houding vanuit bestuursmensen en vanuit zeker mensen, leden van gewapende machten. En we weten dat de politie nors overkomt en soms inderdaad heel onbeschaafd is. En dit zijn allemaal zaken die ook meenemen in onze leiderschaps- en integriteitstrainingen, zodat mensen gaan inzien, zich leren verplaatsen in de positie van anderen. Welk gedrag van hun wordt verwacht, zowel wat hun houding betreft, ook als wat hun eerlijkheid betreft en hun communicatie naar anderen in de samenleving. En dat verband heeft dit zeker invloed en het helpt ons een stapje verder in het proces om dat doel te bereiken. De training is verzorgd door docenten van de Ohio State Police Academy van Amerika. De agenten Neville Kudi en Celia Joyo Besari hebben deelgenomen aan de training Politie, Ethiek en Leiderschap en geven aan dat ze zich nu anders zullen opstellen naar de burgers toe. Ik heb sowieso geleerd hoe ik leiders moet identificeren, hoe ik talenten moet identificeren en hoe ze bij te brengen in een team om goed leiderschap te performen. Leiders zijn in mijn ogen geboren. En
als je een geboren leider bent, heb je die bepaalde kwaliteiten die je beschikt. En als je die kwaliteiten beschikt, moeten ze ontdekt worden. Hoe heeft u het ervaren? Heel leerrijk. En zo zie je ook dat we heel veel gemeen hebben met iemand die komt uit een ander land. En we hebben heel veel kunnen ervaren en mogen leren van ze. Uiteindelijk draagt het meer bij aan aan ons beroep. Beter functioneren. Hoe gaat u nu optreden? Met inachtneming van alles wat we vandaag hebben geleerd. En proberen we natuurlijk beter op te treden. En het korps goed voor te dragen. Ja. En de samenleving dan laten merken dat we eigenlijk professioneel kunnen optreden. Oké, wat deed u niet en wat gaat u nu doen? Wat ik niet deed? Nou, in feite is het niet wat ik niet deed, maar alles wat ik deed, maar beter. Suriname werkt nu samen met de Amerikaanse overheid om jaarlijks trainingen te verzorgen aan agenten. De groep bestond uit 70 manschappen en het was een trainde trainer cursus. En misschien hoort u in de tussentijd wat rumoer op de achtergrond in onze uitzending. Dat kan, want er wordt geluid getest in het André Kamperveen stadion voor een show die morgen wordt gehouden. Wij kunnen daar helaas niets aan doen. Desondanks bieden wij onze verontschuldigingen aan voor eventueel slecht geluid. We vervolgen het journaal met nieuws vanuit de STVS, want vandaag zijn er weer 6 cameo's afgeleverd. Cameo staat voor camerajournalist. De cursisten hebben met goed gevolg na 6 weken deze training afgerond. Tijdens deze training is gewerkt aan het schrijven van berichten en presentatie en interviewtechnieken. Verder het bedienen van de camera, waarbij ze zelfstandig een 1-minuut filmpje moesten produceren. In 1965 was een belangrijk jaar voor de media in Suriname toen het eerste televisiestation werd geopend. Het begon met de STVS. Het Wereldkampioenschap voetbal 2014, niet alleen in Paramaribo, de districten, maar ook in het binnenland, ook in het binnenland te zien zal zijn. En de mensen die goud zoeken, die zullen natuurlijk ook een gouden bal te zien krijgen. Het Wereldkampioenschap voetbal 2014. Het is voor de staatszender belangrijk dat elke medewerker een goed product kan leveren. De certificaten zijn vanmorgen uitgereikt door Clifton Limburg, waarnemend hoofd STVS. Eén van de best geslaagden en enkele cameo's geven een reactie. Maar ik denk dat op dit belangrijk moment het goed is om ook dank uit te spreken richting Ricky voor hetgeen hij u heeft bijgebracht. Want geloof me, je pakt niet zomaar een camera en je begint te filmen. En als ik goed geluisterd heb, dat u in 2 weken, ja toch, dat de mensen de basis is bijgebracht en wat we dus gezien hebben, is het alvast een goed begin. Ik denk dat ik namens mevrouw Lakin mag praten. En zeker ook als RVC-lid, dat we geen moment zullen aarzelen om u alle ruimte te geven om meerdere trainingen te verzorgen. We hebben heel hard gewerkt en meneer Doekie heeft ons gewoon een bak gegeven, een mand met tools die we nuttig moeten gebruiken. Mijn ervaring om als cameo te functioneren, het heeft zijn voor- en nadelen. Maar als je het ding zelf kan doen, is het altijd beter. Ik hou ook meer van om eruit te gaan, vooral binnenland. Dus soms is het niet altijd makkelijk, want dan moeten ze gaan berekenen. Als we 2 mensen wegsturen, dan zitten we hier vast of financieel. Maar ik kan zelf filmen, dus ik pak mijn camera, mijn statief en dan ben ik zo in het binnenland. Cameo, ik vind het leuk. Je leert elke dag nieuwe dingen. Je leert mensen kennen. En je ziet plaatsen. En ja, zo bouw je jezelf op om tot een betere cameraman te worden. En aan de nieuwe groep zou ik zeggen van succes.
Keep up the good work. Het is altijd leuk om je dingen zelf te doen. Maar natuurlijk is het zwaar. Vooral het showen van een statief, een camera, jij als vrouw. Niet alle vrouwen durven dat te doen. Dus het is een uitdaging voor degene die het wel doen. De cursisten zijn in elk geval blij met de opgedane kennis en zullen die zeker inzetten tijdens hun werk. En interieurverzorgsters van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zijn getraind in het ontwikkelen van meer vaardigheden op de computer. Dit is gedaan door middel van een eendaagse workshop in verband met de Girls and Women in ICT Day 2014 en dat was gisteren. De dag heeft als doel om internationaal een omgeving te creëren die meisjes en jonge vrouwen moet aanmoedigen om een carrière in de groeiende branche van ICT te kiezen. Thelma Douglas, de directeur van TCT, gaat hierop in. We hebben een organisatie in het Caribisch gebied voor telecommunicatie. Is maar dat het ook op boeren voor ontwikkeling aan telecommunicatie, aan ICT gebeuren in het Caribisch gebied. Maar de rest van voor wat is dat hier? IDU, Internationale Telecommunicatie Organisatie. En een organisatie is Stombakar. Een organisatie is dat die Pumasma moest maar zappen voor om naar de telecommunicatie. Dus we zien dat die wereldwijd aan telecom die organiseren, ICT. Elk jaar wordt in de maand april aandacht geschonken aan de Girls and Women in ICT Day. Dit was het Nationaal Nieuws. Ik ben straks terug met de internationale berichten. De regering van Jamaica wil de bestrijding van veediefstal op het eiland opvoeren door het invoeren van een landelijke identificatie- en traceersysteem van dieren. En dat houdt in dat vee van een markering zal worden voorzien. Het systeem zal nog in het tweede kwartaal van dit jaar worden ingevoerd. De aankondiging van de maatregel tijdens het begrotingsdebat in het parlement afgelopen woensdag benadrukte de Jamaicaanse minister van Landbouw en Visserij, Roger Clark, dat het meest machtige wapen tegen veediefstal een waterdicht systeem van traceerbaarheid is. Een extra voordeel van het systeem is het faciliteren en versterken van de handel in de landbouw en de voedselveiligheid. Clark zei dat onder het programma elk stuk vee zal worden gelabeld, het krijgt vrijwel een paspoort. Het paspoort zal belangrijke informatie bevatten over het dier en zal verplicht gesteld worden. Gelijktijdig daaraan zal een DNA-database worden ontwikkeld van alle gelabelde dieren. De aanmaak van de labels is al aanbesteed. En volgens minister Clark moet er een speciaal anti-vee-diefstal eenheid worden ingesteld binnen het ministerie en ook binnen het politiekorps. Politie en bewoners van een sloppenwijk in Rio de Janeiro zijn opnieuw slaags geraakt over de dood van een danser, waar de vrees weer wekt voor de veiligheid in aanloop naar het WK voetbal. De onrust leidde op toen demonstranten terugkeerden van de begrafenis van Douglas Pereira, die naar verluid gedood werd door de politie. Hij zou zijn aangezien voor een drugsdealer. Zijn dood op dinsdag leidde al tot gewelddadigheden. Volgens de moeder van de 25-jarige danser Maria de Fatima da Silva werd hij doodgemarteld. De autoriteiten in de stad hebben beloofd om een grondig onderzoek in te stellen naar de dood van de danser. Volgens getuigen werd dinsdag nog een man door de politie doodgeschoten. Voetbalfederatie FIFA blijft erbij dat het geweld aan de rand van het toeristenoord Copacabana in Rio, het WK, dat op 12 juni van start gaat, niet in gevaar brengt. En militaire leiders van Bolivia hebben het ontslag gelast van meer dan 700 militairen die hebben geprotesteerd om betere arbeidsomstandigheden te eisen. Het leger, de marine en de luchtmacht beschuldigen de mannen van opruiing en rebellie en aantasting van de eer van de krijgsmacht.
Volgens de militairen discrimineert het leger tegen inheemse Bolivianen, een beschuldiging die het leger met klem ontkent. De protesterende soldaten eisen een ontmoeting met president Evo Morales. Het protest begon op dinsdag met 500 soldaten, maar groeide gisteren uit tot ongeveer 1000. Onderofficieren en sergeanten, gekleed in camouflageuniformen, marcheerden door de hoofdstad La Paz, samen met enkele van hun vrouwen en Aymara-inheemse leiders die hun eisen ondersteunen. De demonstranten eisen hervormingen, zodat onderofficieren kunnen studeren om carrière-officieren te worden. Ze willen ook de vrijlating van 4 protestleiders die maandag ontslagen werden en zijn aangehouden voor opruiing. Ook willen de ontevreden militairen dat ze dezelfde medische voordelen krijgen als de officieren. De minister van Defensie, Ruben Saavedra, zei woensdag dat de Boliviaanse strijdkrachten een verandering ondergaan en dat in 2015 manschappen en sergeanten in staat gesteld zullen worden met beurzen te studeren om officier te worden. President Morales heeft tot nu toe niet publiekelijk gesproken over de demonstraties. Dit was mijn bijdrage vanavond aan het journaal. U krijgt straks nog de weersverwachting. Goedenavond.